Welkom allemaal in Piratenland. Jongens, we staan hier op het strand bij mijn prachtige anker en ik heb post gekregen. Bericht met hoge prioriteit. Dit is wel enorm spannend. Laten we even kijken wat hierin zit. Geachte heer Knalnut. Helaas heeft ons het zeer ernstige nieuws bereikt dat er wat spanningen zijn tussen de cowboys en piraten op ons prachtige continent. Dit klopt, jongens. Er is inderdaad spanning tussen de piraten en cowboys. Dit is natuurlijk niet waar wij als DBE naar streven. Dus zijn wij genoodzaakt om de boel nauwlettend in de gaten te houden. DBE? De boereneenheid? Waar is het DBE voor? Iedere beweging zal door ons gezien worden. Er zullen drastische consequenties volgen wanneer acties buiten de normen vallen. U hoort nog van ons ondertekend DBE. Wie is de DBE? En wat is de DBE? Huh? Oké, wacht, laten we dit boekje eerst even naar mijn bibliotheek brengen. En dan ben ik heel benieuwd, wat is de DBE? De boereneenheid. Dat is het enige wat weer me opkomt. Maar ik denk niet dat het de boereneenheid zal zijn. Oké, dan even hierboven naar mijn bibliotheek. Dit is een geschreven boekje, dus dat komt als het goed is aan de rechterkant hier. Nee, aan de linkerkant hier doen we hem daar. Hoppakee, prachtige plek. De DBE. Ik heb echt geen idee wat het is. Maar goed, jongens, welkom allemaal bij Content Fame. Vandaag heb ik een leuke planning. Ik heb namelijk 2 afleveringen geleden aan jullie gevraagd wat ik met dit huis hier moet doen. Hij is al heel lang staat hij er, maar hij is gewoon niet ingericht. Zoals je kan zien kan je hier ook gewoon nog hierdoor naar boven kijken en zo. Maar er waren veel leuke reacties. Maar wat ik dan toch een van de leukere vond, omdat het echt een beetje een woonhuis is. Het is niet echt een huis waar je een opslag van zou maken of waar je een baanhuis van maakt. Ik vond het een beetje lijken op een piratenhotel. Dus de bedoeling voor mij vandaag, jongens, is dat ik deze kamer hier links wil ik gaan inrichten tot een hotelkamer. Dan wil ik de middelste hier wil ik gaan openhouden, omdat er aan het later deze aflevering komen de 2 nieuwe piraten hier die deze kamer voor mij gaan inrichten. En dan kunnen ze hier altijd blijven slapen als ze willen. Echt een piratenvriend ben ik. En dan deze rechter hier, die wil ik ook in gaan richten vandaag. Dus dan ga ik 2 kamers ga ik zelf inrichten. Dan hebben we een piratenhotel met 2 kamers die af zijn. En dan kunnen de andere 2 piraten die hier komen, kunnen die middelste kamer, als het goed is, daar inrichten. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, zie ik dat hierboven ineens een random... Wat is dat? Huh? Waarom? Sinds wanneer staat daar in één keer een mega? Wacht even. Ik kwam hier om deze netherportal weg te halen. Want er staat hier echt een random netherportal. Maar dat vind ik helemaal niet belangrijk nu. Hallo? Wacht even. Voor we gaan even op mijn mast klimmen. We gaan eventjes op een hoogpunt klimmen. Er staat in één keer een gebouw die ik niet ken. Oké, we zijn bijna boven in mijn kraaiennest, jongens. Oh mijn god, ik zie het al vanaf hier. Wat is dat daar? Huh? We hebben hier het prachtige piratenland. Maar sinds wanneer staat er daar achter die ijsberg een grote toren? Wow. Daar gaan we heen. Daar wil ik nu heen gaan om te kijken wat het is. Oké, kan ik dit sprongetje? Ik kan dit sprongetje maken. Oeh, altijd eng dit sprongetje. Heel vreemd. Verder, dit heeft met de DBE te maken. De DBE is ineens nieuw. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Maar verder, dit heeft ermee te maken. En ik heb echt die toren niet vooraf gezien, jongens. Oprecht. Oké, Benny hier. Benno, sorry, hier komen. Ah, laten we even snel die kant op gaan. Hoe heb ik die toren niet eerder gezien? Hoe lang staat hij er al? Stond hij de vorige aflevering er al? Even kijken hoor. Ik wist het. Er staat heel groot DBE. Huh? Hebben ze nou een hoofdkwartier al? Is dit het DBE hoofdkwartier? Maar wat is het DBE? Jongens, als jullie enig idee hebben waar DBE voor staat, misschien ben ik wel echt oerdom. Maar misschien is het ook wel iets zelf verzonnen. Wat is het DBE? Het lijkt wel een laboratorium met dit logo hier op de zijkant. Oh mijn god, er is een nieuw pad hier ook. Wacht, Benny, ik zet jou even... Benno, ik zet jou even hier neer. Wat is dit allemaal? Verboden voor onbevoegden. Ik ben onbevoegd om hier te komen, maar toch wil ik heel even kijken. Want ik Benno, niet... Oh, jij bent alweer weg. Ik ga gewoon heel even spieken, jongens. We gaan stiekem heel even kijken wat er bij dit hoofdkwartier gaande is. Broek uit op je hoofd! Broek uit op je hoofd! Waarom staat dat hier? Broek uit op je hoofd. Wat is er? En overal TNT ook? Hè? Nog een sign. Let op, betreden is boem boem. Oeh, oké. Nee, nu twijfel ik wel om door te lopen, jongens. Nu twijfel ik om door te lopen. Betreden is boem boem. Staat er nog een sign? Verder? Wat staat? Ja, daar staat nog iets. Ga terug. Oké, wacht. Wat staat er? Ga terug, niet betreden. Oké, jongens, ik respecteer verboden te betreden. Ik respecteer het. Het is verboden te betreden. En ik weet niet wie de DBE is. Ik weet niet wie er allemaal bij de DBE horen. Ik vertrouw er helemaal niks van. Een groot, random, nieuw hoofdkwartier in het continent van Content Fame. Hij is te zien vanaf mijn basis.
Ik moet zeggen, het is wel een mooie toren, dit. Hij is heel dicht bij de winkelvallei, zoals jullie daar kunnen zien. Maar we laten het nog heel eventjes met rust. Misschien kunnen jullie in de reacties even allemaal dingen achterlaten waarvan jullie denken dat het is. Misschien hebben jullie enig idee waar de DBE voor staat, wat de plannen zijn van de DBE, wie het is, weet ik wat allemaal. Help me alsjeblieft met een paar ideeën. De DBE. Oké, heel vreemd. Oké, maar laat ik maar snel terug gaan naar Piratenland. Want als het goed is, komen de twee piraten langs om hun huisje in te richten. En dan ben ik heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. En daarna ga ik die andere twee huisjes inrichten. Of die andere twee kamers. Benno staat er op zijn plek. Dan loop ik eventjes hier naar boven, naar mijn vijvertje toe. Gaan we daar even zitten. En dan wachten we tot de twee piraten er zijn. Zo, even zitten. Het kan wel even duren. A few moments later. Zo, piraten, welkom. Wat zien jullie er goed uit, moet ik zeggen. Jullie zien er echt goed uit. We zijn bij de verkleedwinkel geweest en dit is het beste wat we hadden. Nou, het zijn echt goede outfits, hoor. Ik bedoel, jij lijkt wel gewoon zelfs een beetje op mijn kapitein. Als je er zo met je haarkant... Hoezo, jij bent de kapitein? Alleen het lijkt net dat je voorhoofd doorloopt in je hoed, als ik het zo zie. Zie je het? Ik heb wel een groot voorhoofd. Ja. Hey, maar jullie zijn normaal boselfjes, maar vandaag zijn jullie even piraten. Ik ben bezig met mijn piratenhotel. Dit huis hier staat echt al eeuwen. Alleen, ik heb het nooit ingericht. Nou, ben ik bezig met de inrichting van deze kamer hier. En de kamer daar op het hoekje. Althans bezig, moet ik nog aan beginnen. Maar ik dacht, wat nou als we tegelijkertijd bezig gaan en dat jullie dan deze kamer hier inrichten. Dan stel jullie willen hier een keer op bezoek komen, hebben jullie eigen piratenkamer. Hoe leuk is dat? Dat is fantastisch. Kom, even wat enthousiaster. Oké. Fantastisch! Ja, goed zo. Nee, maar dat is toch leuk? Dan kunnen jullie hier altijd gewoon, wanneer op bezoek komen, hebben jullie eigen piratenkamer. Krijgen we dan ook een soort van VIP toegang tot het hotel? Het is gewoon jullie kamer. Niemand anders mag in deze kamer. Dit is gewoon echt jullie kamer. Gereserveerd altijd voor Joris en Char, oké? Ja. En dan de burenkamers mogen die zijn voor anderen dan. Voor iets minder belangrijke piraten en saaie piraten of zo, precies. Weet je. Ja. Maar deze is dan voor jullie. En dan gaan we dit doen in een timelapse. Hoe cool is dat? Gaan we tegelijkertijd bouwen met z'n allen? Eén timelapse. Eén timelapse, ja. Ik denk dat is een goed idee. Ja, hè? Oké. Ja. Weten jullie hoe je een timelapse start? Ja. Nou? Hoe dan? Ik kan dat niet. Dat kan jij alleen maar. Timelapse start? Nee, jullie willen niet schreeuwen, hè? Jongens, we gaan beginnen met de timelapse van het hotel. In 3, 2... 1. Piraten, we zijn klaar met het hotel. Jullie hebben jouw kamer, of jullie hebben jullie kamer ingericht. Ik heb die van mij gedaan. Zullen we eerst even die van mij bekijken? En dan ben ik heel benieuwd naar wat jullie gemaakt hebben. Wat jullie gecreëerd hebben als hotelkamer. Is goed. Oké? Ja. Dus kom, beginnen we hier, in dit linker hutje. Dit is een van de kleinste kamers die we hebben. Het is gewoon een prachtige woonkamer hier beneden met veel boekenkasten en een leuk tafeltje hier in het midden waar je dingen kan plaatsen als je wil. Hm. Een eethoekje natuurlijk. En dan kom je hierboven gezellig in de slaapkamer. Het is voor één persoon, deze kamer. Ik heb maar één bed geplaatst. Hier kan hij zijn eigen boeken nog plaatsen. Hier heeft hij zelfs een prachtig bureautje waar hij kan zitten en kan werken. En brieven schrijven naar de boselfjes bijvoorbeeld. Of brieven ontvangen van de DBE. Weten jullie daar iets van? Van de DBE? DBE? Nee, daar heb ik nog niet van gehoord. Nee? Nee. Ik hou jullie in de gaten, piraten. Hey, oké, dit is kamer 1. En je hebt zelfs hier een prachtig balkonnetje. Kijk, het is wel heel krap. Het is een beetje zo'n soort Frans balkonnetje, weet je. Kan alleen staan, voor de rest kan je niks doen. Hey. Het is een heel krap balkonnetje. Goed, dat was kamer 1. Ik ben er erg tevreden mee, erg gezellig. Dus als ik ooit een keer iemand hier... wat zit hier die deur achter elkaar dicht te doen? Wat mag dat kosten, zo'n kamertje? Ja, daar komen we later op. Kijk, dan hebben we hier... Hebben wij kamer nummer 2. Deze is volgens mij... Oh, die is nog klein. Dit is de kleine kamer. Deze is iets kleiner, maar deze heeft een grotere bovenverdieping. Dat is het vooral. Kijk, hier heb je een prachtige opslag. Dus deze heeft iets meer opslag. Weer een bureautje. Een lekker... nog een bureautje. Veel bureautjes. Of eethoekje bedoel ik, sorry.
Dan hier naar boven. Nou, nah, dit is toch prachtig. Kijk wat een grote slaapkamer dit is. Het is wel donker hier, moet ik zeggen. Ja. Ja, maar dat is goed voor slapen. Dat is goed voor het slapen. Oké, dankjewel. Top. Dat is niet goed voor slapen, het was gewoon donker. Nee, wederom een eenpersoonsbed kan een echte piraten liggen met een balkon die iets groter is. Hier kun je ook nog met z'n drieën staan. Dit is een driemans balkon dit. Hoe gezellig is dat? Wel top. Wat een uitzicht. Wat een uitzicht inderdaad, op een boom daar. Ja. Nou trouwens, van hier heb je... Ja, op nou, je ziet uitzicht. In de verte zie je wel een beetje boten en... Oh. Oké, kom mee. Ik ben heel benieuwd naar jullie kamer. Wat jullie ervan gemaakt hebben. Dus wie gaat de rondleiding geven of doen jullie het samen? Ja, laten we het samen doen. Oké, de echte piratenkamer verwacht ik hè, van jullie. Dit is de ingang. Kom binnen. Wow, die heb kom ik zelf binnen. Gepakt. Kom binnen, ik kom hier binnen. Hier hebben we het leven- en zitgedeelte. Oké, gezellig. Met hier, mooie schilderijtjes. Een ruime bank met mooie schilderijen. Mm-hmm. Prachtig, prachtig. Hier hebben we een eettafelgedeelte. Oh, met een blauw kleedje of zo erover. Blauw tafeldingetje. Ja, oh. Ja, hier hebben we een soort van bar. Oh, gezellig. Wat heb je? Wat bied je? Ik bied 1 water. Eén, lekker, uit een emmer. Jee, maar zoveel, ik weet niet hoeveel dorst je denkt dat ik heb, maar ik hoef niet water uit een emmer te drinken. Oké, wat hebben jullie mee? Het ziet er goed uit. Leuk, beetje donker in dit hoek hier. Ik zou als ik jullie was daar een lantern plaatsen. Dat is wel goed. Hoezo, ik had het laten... Ja, dat is perfect. Oké, nee, het ziet er goed uit. Leuk, hier kan je lekker koken, zo te zien. En dan kan je serveren aan de bar en dan kunnen mensen... Precies, ik snap, dit is echt een piraten manier om het te doen, hoe jullie het zien gedaan. Ja, dan kan je het hier allemaal neerzetten en dan kan je... Ja, en dan, een piraat haalt zijn eigen eten op, weet je. Het wordt niet naar de tafel gesfeerd. Nee, zo werkt het niet in het piratenleven. Te veel luxe. Je haalt je eigen auto op. Auto? Auto. Je haalt je eigen eten op. Oké, de slaap... Die was toch veel groter? Ja, maar dit is de hal. Oh, hier, ik dacht het zeggen, dit was toch vet groot hierboven. Hier kan je ook nog wat boeken lezen voor als je niet kan slapen. Ja, hier hebben we een slaapkamer. Met een kamers gemaakt. Inloopkast. Wow, dat is best wel cool, met een inloopkast. Dat hoort er niet bij. Is dit van mij? Nee, ik moest maar even kwijt. Niet. Dit is van mij. Was van verder. Mij, blijkbaar. Ga verder. Hier hebben wij ook een balkonnetje. Een driepersoonsbalkonnetje. Oh, kijk, jullie hebben ook... En dit is het, jullie hebben wel het mooiste uitzicht, moet ik zeggen. Mooier uit. Wel jammer van die boom dan weer net, maar... Hoezo? Hoezo jammer van de... Dat is natuur. Het ziet er goed uit, moet ik zeggen. Dit is echt vet leuk. Vooral dat jullie in, zeg maar, kamers hebben bovenin. Ik dacht van, wat een kleine bovenliep toen ik hier kwam. Maar je moet natuurlijk gewoon hier doorheen lopen. Het ziet er leuk uit. Hé, hey, laten we dan heel even naar jullie eethoek gaan, want dan moet ik het heel even hebben over iets. Of nee, we doen wel in de lounge hier. Gewoon in de chill lounge. De bank. Ja, jullie willen natuurlijk hier, jullie hebben mij gesmeekt dat jullie hier mochten komen wonen. Het is niet dat ik jullie gevraagd heb of zo natuurlijk. Dus ik heb even een contractje opgesteld. Zal ik me voorlezen? Mm-hmm. Oké, we hebben hier huurcontract voor piraten. De verhuurder is natuurlijk kapitein Knalnut en de huurders zijn piraat Joris en Char. De prijs is 5 diamonds per week. Ik heb mijn handtekening al neergezet, als jullie ook even jullie handtekening eronder neer kunnen zetten. 5 diamonds per week kost het. Ja. Zijn jullie het ermee eens? Nou, hier moet ik wel even een nachtje over slapen. Ik kom zo terug hoor. Gaan we bedenktijd of... Naar nu. Wacht, ik geef jullie 1 minuut. Ik geef jullie 1 minuut. Oké, dit was even spoedoverleg. Ja. Oh, dit is even... Zijn jullie nou aan het overleggen of zijn jullie gewoon stil? we zijn druk in het overleggen. Oh, jullie zijn... ik hoor het alleen niet. Oké, jullie zijn stiekem aan het overleggen. 5 diamonds per week, jongens. 5 diamonds per week. Het is niks, ik weet het, maar het is een piratencontract. Jullie kunnen natuurlijk niet verwachten dat jullie zomaar gratis kunnen komen wonen. Ik bedoel, jullie wilden het zo graag. Jongens, jullie minuut bedenktijd zit erop. Ik ga aanbellen hier. Oké, shit. Oh. Zo, jullie minuut bedenktijd zit erop. Hebben jullie het contract ondertekend? We hebben er even over nagedacht. En we zouden graag een tegenbod willen doen van 3 diamonds per week. 3 diamonds per week. Oké, dan ga ik... Ja, je moet nog aanpassen. Oké, even kijken hoor. Nee, ik zal het aanpassen inderdaad. 3 diamonds per week. Even kijken, de handtekeningen staan goed inderdaad. Oké, zo. Ik heb helemaal... Het is helemaal goed zo. Als jullie dan even kunnen ontdekken... Ik ga akkoord met 3 diamonds per week. Dat is helemaal prima. Is het goed gekeurd? Ja. Wacht even, moment. Nee, ga maar niet naar de achtste pagina. Dat is niet belangrijk. De laatste pagina moeten jullie niet op letten. Nou, onderteken hem dan maar. Kunnen jullie dan ook, hebben jullie een lectern? Dan plaatsen we die hier mooi en dan kunnen we altijd het huurcontract bekijken. Dat wel ergens. Nee, hebben we niet. Nee, ja, Char heeft er wel een ergens. Je bent wel heel lang naar het contract gaan staan. Jij moet ook ondertekenen. Ik heb wel een lectern. Die kan je hier mooi. Dat is een mooi plekje, toch? Hier? Ja, kijk daar. Kunnen we daar mooi de lectern plaatsen. Wanneer moet je gaan halen? Ja, de week 1 start nu. Dus... Nu. Oh, ik dacht over een week. Nee, nu. Gewoon nu. Gewoon voor je moet eerst betalen en dan krijg je... Dan mogen jullie erin.
En dan, oké, wacht, is hij goed? 3 diamonds per week. Handtekening kapitein Knalnut. Piraten. Char is nog cooler en Joris is het coolst. En op pagina 8 staat plus 2 extra. Nou, wat, top. Okay. Wat? Nee, het is goed, jongens. Het is helemaal goed. Oh, hij is al gesigned. Ah, ja, plus 2 extra staat erop. 3 diamonds? Ja, ik heb ondertekend. Kijk maar, dat is maar naar pagina 8. Pagina 8 staat nog plus 2 extra. En hij is al ondertekend, hij is al gesigned. Dus het is helemaal... Ik ben helemaal trots op jullie dat jullie piratencontract hebben getekend. Mooie zwarte kant van je achterarm. Dit pak was iets te klein, denk ik. Ja, je pak was iets te klein. Je werd eruit gescheurd. Je werd eruit gescheurd aan de achterkant. Nou, plus 2 extra, dan kunnen jullie er voor een week in. Als ik binnen een week niet nieuwe... Zullen we een pief? Anders een... waar gaan jullie betalen? Waar kunnen jullie de diamonds achterlaten? Ja, heb je een brievenbus of zo? Ja, ik heb een brievenbus. Okay, ik wil graag wel dan een wekelijks 5 diamonds plus een papiertje erbij met daarin dat het van jullie komt. Ja. Anders verliezen jullie je huis hier en is het van mij, oké? We zullen erover nadenken. Nee, oké, ja, nee. Wat zijn de plus 2 extra trouwens? Oh ja, top, dankjewel. Iedereen kan wel betalen, hè? Ongelooflijk. Ja. Kunnen jullie opgelicht? Nou. Nee, niet. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Ja, piratenleven gewoon. Ik bedoel, welkom in het piraten. Dit is hoe het piratenleven gaat. Dit heet handelen. Oh, oké. Okay. Dit noem je handelen. Dat is een tip voor jullie toekomst. Je hebt echt een paddenstoel op je hoofd. Ja, toch? Als je naast kijkt minder, maar... Het is echt een paddenstoel gewoon op je hoofd. Nou, veel plezier in jullie huis. Willen jullie nog wat? Oh ja, de DBE. Weten jullie daar echt niks van? Ja. Wat is de DBE? Waar heb je het steeds over? Er staat in een mega groot gebouw, genaamd de DBE. Waar? Een gebouw? Ja, bij de winkelvallei. Staat er in één keer een zwarte toren en dat heet de DBE. Ik ga zo even kijken. Ja, dat is helemaal prima. Ik ben al een tijdje niet meer in de winkel niet geweest, jij? Ja, hey, het is donker. Ja, de winkels zijn toch niet bijgevuld. Wacht, ik ga gelijk even in de hotelkamer slapen. Oh ja, nee. Ja, slaap lekker. Dus, even een nachtje over. Ja, we hebben er wel voor betaald, dus we moeten wel even blijven. Je moet wel genieten van jullie kamer, hè, nu jullie ervoor betaald hebben. Zo. Nou, hebben jullie lekker geslapen in jullie huis? Dat klop van de buurman de hele tijd op de muur. Ik kon eigenlijk niet slapen. Klop van de buurman. Oh ja, misschien spookt het een beetje. Dat was ik vergeten te zeggen. Maar dat maakt niet uit. Weet je, dat is niet belangrijk. Kapitein Bruinbaard, die heeft je vroeger wel eens ingeslapen. Hey, veel plezier in Piratenland. Als ik jullie mogen doen wat jullie willen, behalve bouwen en dingen aanraken. Dus eigenlijk mogen jullie niks doen. Geniet ervan. verder, ja, dat was het. Nou, bedankt. We gaan er gebruik van maken. Ja, dat hoop ik. Het zou gezellig zijn. Als ik jullie af en toe hier voorbij zie komen. Ja. Ja, hè? Fantastisch. Ja, en nou wegwezen. Oh ja, jij kan je huis natuurlijk. Het is jouw huis nu. Blijf het wel. Goed, jongens. We hebben ze een soort van opgelicht, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ze hebben de piratenkamer gekregen, Char en Joris. Dat betekent dat we vaker hun hier zullen zien gaan verschijnen en zo. En ik wil ze ook goed in de gaten houden, want dat DBE-verhaal, ik denk dat zij er iets mee te maken hebben, maar ik weet het niet. Het kan ook iemand anders zijn, maar wie heeft er zo'n grote DBE-toren gebouwd? In ieder geval, het hotel is officieel af, jongens. Dat betekent dat dit huis eindelijk een keertje gewoon een leuke inrichting heeft. Gewoon overal zijn dingen gebouwd nu, als in elk huis dat ik heb is ingericht. In de volgende video wil ik eindelijk een keer gaan beginnen met de schiereilanden. Wil ik alle bruggetjes... Wacht, ik loop al even heen. In de volgende video wil ik dus hier bruggetjes gaan maken, zoals deze. Je kan vanaf vanaf het hoofdland kan je naar eiland 1 hier gaan, maar het houdt op, want hier zijn helemaal nog geen bruggetjes. Kijk, ik heb de chocobox heb ik zelfs al klaarstaan. Dus volgende video ben ik er gewoon helemaal voorbereid op. Ik ben letterlijk voorbereid om in de volgende video dit soort dingen te gaan doen. Ik ben een echte piratenkapitein. Maar dan gaat een bruggetje van hier, loop daarheen. Dan gaat een bruggetje van dit eiland naar dat eiland. En dan naar dat eiland. En dan naar dat eiland. En dan denk ik dat ik hier het eerste boothuis wil bouwen. Waardoor er een soort van een huis is die boten in het water kan laden. En wel kleine bootjes. Ik bedoel niet boten zoals dit, maar gewoon kleine roeibootjes. En dan kan ik misschien wat roeibootjes hier in het water maken, alsof deze boot met roeibootjes, zeg maar, ingeladen wordt. En weet ik wat allemaal, ready voor avonturen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Je kan daar net aan het DBE-gebouw zien. Ik ben echt heel benieuwd wat daar allemaal gaan is. Misschien dat we daar volgende aflevering ook meer informatie over krijgen. We hebben in ieder geval een boekje van ze gehad dat ze me in de gaten houden en gaan handhaven naar de spanning tussen die piraten en cowboys. We gaan het zien. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin heb ik ook allemaal leuke dingen gedaan. Hele leuke video. Zeker even kijken. Verplicht. En dan nu spreken we later. Glaasje water. 4 flesje bier. Tot de volgende keer.